vulblokken om de onderkant van het voertuig te beschermen. De blokken zijn in verschillende hoogtes verkrijgbaar bij Daytona.nl. Door de hoofdschakelaar om te zetten en de knop omhoog, gaat het voertuig rustig omhoog. Eerst langzaam en daarna snel. De brug beschikt over een dubbele cilinder aan beide zijden en een veiligheidspalsysteem. De maximale hefhoogte van deze brug is 1,95 en de brug beschikt over een degelijk scharniersysteem. De brug heeft een maximale hefhoogte van 1,95. 1,95 is een mooie hoogte om comfortabel onder een auto te kunnen werken of om een auto te kunnen inspecteren. Om veilig onder een auto te kunnen werken adviseert Daytona altijd om assteunen te gebruiken. Wij hebben assteunen gebruikt met een spindel om altijd de ideale hoogte in te kunnen stellen. Om de brug te laten zakken drukt u eenvoudig op de knop down. De brug zal dan eerst uit de veiligheidspal ontgrendelen en zakt vervolgens. Eerst wat sneller en het laatste stukje zal uiterst rustig gaan om het voertuig weer rustig op de wielen te zetten. De minimale hoogte van deze brug is 10 centimeter, dus ook geschikt voor de sportievere wagens. Bent u nieuwsgierig geworden naar deze brug? Kijk dan op Daytona.nl voor meer informatie.